Nog even luisteren naar Bas van der Putten, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de UvA, over de vraag hoe we twijfelaars nou kunnen overhalen om zich toch te laten vaccineren. Ja, die mensen kan je bijvoorbeeld ook nog overtuigen van dat vaccin dat wordt nu al pak een beet 8 maanden wordt dat gebruikt. En er zijn eigenlijk nauwelijks bijwerkingen bekend. Hè, dat als er iets gebeurt, dan is dat de eerste paar dagen en daarna eigenlijk niet meer. Heeft een van jullie zich zorgen gemaakt om eventuele bijwerkingen van het vaccin? Of er zijn wel mensen die zeggen, wat doet dat op de lange termijn? Na de eerste prik had ik nergens last van. Mm-hmm. Na de tweede prik, toen hoorde ik van iedereen, ik ben er wel echt ziek van geworden. Ja. En toen kreeg ik ook een soort van, of het was placebo of weet ik wat het was. Dat ik meteen op de bank thuis zat en begon te zweten. Maar niks ernstigs. Nee. Maar, en ook fundamentele zorgen van, wat doet dit over 10 jaar met me? Die heb je helemaal niet. Nee, ik weet nog wel dat toen ik 14 was of zo, dat die baarmoederhalskankerprik opkwam. En dat toen met mijn ouders eigenlijk besloten was om die niet te nemen. En daar heb ik achteraf spijt van. Dus ik had dat toen liever wel gedaan eigenlijk. Ja. Maar toen wist ik er ook, ik was 14, wat weet ik. Ja. Dus nee, ik ben daar juist wel voor. Om dat gewoon lekker jezelf vol te laten spuiten met zo'n soort dingen. Ja, binnenkort weer een persconferentie, Piet. Ik heb geloof ik ooit van jouw voorganger een pen gekregen. Van Hilde. Ja. Wat stond daar nou op? Spuit me vol. Dat was een JVD. Ja, ik moest ook lachen, want dat was een referentie daaraan. Was dat een groot succes of niet? Die pen? Bij ons wel, ja. Ik weet niet, ik heb hem ergens nog wel, denk ik. Binnenkort weer een persconferentie, ergens begin volgende maand. Piet, waar hoop je dan op? Hou je hoop op versoepelingen? Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, ook eventjes met de economie indachtig. Of verwacht je toch wel nieuwe maatregelen om besmettingen weer in te dammen? Nou, wacht even, ik ben het niet helemaal met je eens. Want voor de economie is het niet per se zo dat versoepelingen altijd goed zijn. Hè? Dus het is voor de economie vooral belangrijk dat er niet heel veel mensen ziek zijn. Of in het ziekenhuis liggen of overlijden. Dus, en de onderzoeken naar verschillende coronastrategieën in verschillende landen hebben laten zien dat je beter hard kunt ingrijpen dan zacht. Dus voor de economie moet je niet versoepelen, denk ik. Nee. Verder is het gewoon een kwestie van kijken wat het meest handig is voor het aantal besmettingen op dit moment. En een beetje versoepelen, een beetje strenger, dat zullen we zien. Ja. Amnesty International trouwens maakt zich zorgen om de negatieve invloed die corona heeft op de vrijheid van meningsuiting en ook onafhankelijke berichtgeving. Want door allerlei overheidsmaatregelen kunnen mensen niet goed bij informatie. En ze noemen dan als voorbeeld dat China informatie heeft achtergehouden over het coronavirus. Overheidscommunicatie is natuurlijk iets wat al maanden in de interesse staat. En hoe doet Hugo de Jonge dat? En zouden ze niet eigenlijk ook met allerlei beelden moeten werken met die persconferenties? En hoe ga je allerlei fake news tegen? Is dit een moeilijke tijd geweest als je naar het communicatieaspect van het virus kijkt, Daphne? Ja, nee, natuurlijk. Ja, je moet mensen overtuigen van iets dat niet grijpbaar is. Ja. Wat niet zichtbaar is. En ik denk dat dat automatisch moeilijkheden met zich meebrengt. Ook omdat er direct, nu helemaal met de social media en alles wat via internet zich afspeelt, waar je sowieso geen grip op hebt. Mm-hmm. Wat je niet kan controleren. Waar ook allerlei theorieën worden verspreid die wel waar of niet waar of deels onwaar zijn. Ja. Dus dat is ontzettend lastig. Ja, hoe ga jij om met mensen die zeggen, de media is het virus en dat soort dingen. En COVID is een complot van Big Pharma, dat soort teksten. Ik merk dat je met die mensen eigenlijk slecht een discussie kan voeren. En dat je vaker net iets minder wappie moet zijn. Wil je nog even redelijk kunnen overleggen met elkaar over wat klopt nou wel, wat klopt nou niet. Tuurlijk zijn er kanttekeningen bij te plaatsen. Maar als je Bill Gates, chipverhalen, 5G, zulke soort toestanden. Ja. Ja, dan houdt het eigenlijk al een beetje op. Ja, dan laat je ook een beetje voor wat het is. Want je kan er toch niks mee. Nee. Er is ook veel kritiek geweest op de media en de pers. Die zouden in het begin van de crisis te weinig kritisch zijn geweest. En meer in een soort uitlegstand. En heel erg op de lijn van de overheid. Herken jij dat, Piet? Zijn de media, ook als mediaconsument, had je meer behoefte gehad aan kritische journalistiek in plaats van dat Hugo de Jonge avond aan avond bij een talkshow zat? Een soort roulatie van alle talkshows? Nou, het is in principe niet de taak van de media om wel of niet kritisch te zijn, maar om nieuws en feiten te brengen. En als er beleid wordt gemaakt, dan is het waar heel veel mensen op zitten te wachten. Dan is het niet gek als je media gebruikt om dat beleid te communiceren. Dus ik vind dat eigenlijk niet zo'n heel raar idee. Nee, het kan en-en zijn. Het kan en-en zijn, ja, inderdaad. Maar wat het dus wel is, heel veel van wat dan wappies worden genoemd, die hebben het dan over van, we gaan compleet kritiekloos hiermee om. Mm-hmm. Ik snap het sentiment wel, natuurlijk. Hè. Dus bijvoorbeeld iets als een avondklok. Dat is dan misschien goed geweest. Maar het is
geen raar idee als je kritiek hebt op ingrijpende maatregelen. Dus misschien was het achteraf gezien, maar goed, achteraf is dat altijd, wat is het, een koe in zijn kont kijken. Ja. Achteraf is het misschien beter geweest als we meer kritische geluiden aan het woord hadden gelaten. Maar goed, feitenvrijheid is wat anders dan kritisch natuurlijk.